De horeca in Breda is een nieuw communicatiekanaal rijker. Tijdens het stappen vertelt Briljant Stappen je wat er te doen is in de kroeg waar je zit of bij bijvoorbeeld culturele instellingen. Info over andere kroegen krijg je echter niet te zien. Andere kroegen, dat ligt wel gevoelig. Daar zijn onderlinge afspraken voor. Maar culturele instellingen als de MES en het Chassé Theater, het Chassé Cinema, die zullen hier wel zichtbaar zijn, afhankelijk van het tijdstip, het moment, dan wel het publiek. En dat noemt men narrowcasting. De informatie die wordt getoond is afhankelijk van tijd, plaats en doelgroep. Dit gebeurt echter al lange tijd. On is tot nu toe leverancier van deze content in horecagelegenheden. Zij zijn echter landelijk en zij zullen dus ook niet de narrow content van het plaatselijke bieden. Dus de informatie over de MES, het Chassé, het Holland Casino. Dat is een stukje lokaalheid, een stukje wat mensen hier toch wel boeit. Dat missen ze eigenlijk. En dat is iets wat wij nu denken te kunnen gaan bieden. Briljant Stappen zegt ook interactief te zijn. Er komt dus een wisselwerking met de lezer. Enerzijds betekent het dat informatie van het scherm via Bluetooth naar je mobiel gestuurd kan worden. Andersom is er bijvoorbeeld een samenwerking met Hives. Park zal zo dadelijk een Hivespot zijn. En mensen kunnen die hiven kunnen dadelijk lid worden van de Parkspot. En dan kunnen zij krabbelen dat zij bijvoorbeeld op de spot aanwezig zijn. Ze kunnen fotootjes uploaden en zo zal dat, die informatie ook naar het scherm gestuurd worden en zichtbaar zijn. In totaal doen voorlopig, behalve Park, nog 5 andere kroegen mee aan het Briljant Stappen systeem. Horecaondernemers kunnen voor een paar honderd euro per maand een abonnement nemen. En als we de initiatiefnemers moeten geloven, verdient zich dit vanzelf terug in een hogere omzet.